Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en zoals iedere vrijdag laat ik u zien welke boodschappen ik deze week heb gehaald en wat er bij ons op het menu staat. Deze keer ben ik bij de Jumbo geweest bij het Pick-up Point wel te verstaan. Ik dacht namelijk dat ik nog wat nodig had van de winkel die er vlakbij zat. Ik dacht, oh, dan kan ik dat mooi combineren en dan doe ik het een keertje bij de Jumbo bestellen. En gisteren bleek dus dat ik het nog wel degelijk in huis had, dat ik het niet hoefde op te halen, dus dat is wel heel chill. Maar ja, toen had ik wel al alles besteld. En eigenlijk vond ik het ook wel makkelijk, want ik kon gelijk zien hoeveel geld ik had uitgegeven. En ik hoef niet zelf naar de winkel te lopen, ik ben ook echt een uur eerder terug als normaal. Dat is ook wel heel erg fijn. Dus dat ging allemaal vrij soepel. Ik denk dat ik het wel wat vaker ga proberen de komende periode, hoeveel ik dan uitgeef. Ik ga het weer allemaal laten zien wat we deze week gaan eten. Het is volgende week voorjaarsvakantie, dat betekent dat we 3 dagen, 4 kinderen en 2 volwassenen hebben. En het weekend zijn pas Koen en ik weg. Hebben we een weekendje Brugge. Dus daar had ik niet heel veel voor nodig. Een beetje achtergrondinformatie in hoeveel boodschappen we precies nodig hadden. En dan ga ik zo eens laten zien wat we allemaal op het menu hebben staan. Vind je deze video zo leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Voor meer video's en op de hoogte blijven van alle boodschappen shopblogjes die ik post. En dan gaan we beginnen. Overigens krijg je het van de Jumbo zo mee. En dat vind ik echt wel heel ideaal. Want op deze zakken zitten namelijk ook statiegeld. Of als je ze terugbrengt, dan gaat er een bedrag vanaf van je nieuwe bestelling. En het wordt verdeeld in vriezer en boodschappen, hoe zeg je dat, wat in je koelkast moet. En de zware spullen of fruit en dat soort dingen. Dit moet volgens mij ook allemaal in de koelkast. En dit is dan meestal wat je gewoon in je voorraadkast kan bewaren. En ook op het kratje zit weer statiegeld. Als je die terug bent, krijg je dus ook weer korting op je volgende bestelling. Dus ja, ik ga het even allemaal uitzetten voor jullie. En dan gaan we laten zien wat we allemaal op het menu hebben staan deze week. Zoals je ziet valt het deze week eigenlijk behoorlijk mee. Het lijkt echt maar aardig, lig ik gewoon voor de helft vol. Het bedrag was ook maar 80 euro nog wat. Ik zal het even in het scherm zetten hoeveel ik heb uitgegeven. Maar het voordeel van dat ik ging bestellen is dat ik niet heel veel aanbiedingen voorbij heb zien komen. Echt alleen maar als ik erop ging zoeken naar een bepaald product. Dat ik zag dat het bijvoorbeeld 2 halen 1 betalen was of 3 voor 5 euro of zo. En dat ik heel bewust kon kijken van oh, heb ik dat nog in mijn kast liggen voordat ik het werkelijk waar moest gaan halen. Dus dat was wel heel fijn. Ik zal beginnen met wat vanavondeten. Dit is een beetje alle avondeten. Ziet er echt heel karig uit. Maar vanavond eten we kip met boontjes en aardappeltjes. En die boontjes en aardappeltjes heb ik nog over, want we gingen zondag zwemmen en toen had ik geen zin meer om te koken. En toen hebben we soep met brood gedaan s'avonds. Dus de boontjes en de aardappeltjes heb ik nog over. Het vlees heb ik wel toen voor iets anders gebruikt. Dat weet ik niet goed wat. Maar goed, dat had ik dus nog wat voor nodig. Dus vanavond eten we kipfilet. Morgenavond eten we garnalenrisotto en ik heb nog courgettes liggen en ik heb nog risotto rijst liggen. Ik heb nog groentebouillonblokjes liggen, ik heb nog dopertjes in de vriezer. Dus een beetje garnalen en dan zijn we ook klaar. En dan eten we zaterdag sowieso in Brugge. En zondag, als we terug zijn op tijd, dan heb ik nog pizza's liggen. Dat is lekker simpel en makkelijk. En anders weer soep en brood ofzo. Ik heb niet echt iets voor gepland, maar ik denk dat we de hele dag wel best wel veel onderweg zijn. Dan eten we maandag, hebben we alle kinderen. Dus dan eten we shawarma met broodjes, pita broodjes, ijsbergsla en komkommer. Knoflooksaus heb ik nog staan. Ja, daar ben ik niet echt heel veel nodig daarvoor. En we eten een keertje spaghetti. Nou heb ik niet zozeer spaghetti, maar ik heb wel heel veel macaroni elleboogjes nog liggen. En ik heb nog een zak met Zweedse balletjes van de IKEA. Dus ik dacht, dan doen we die er weer lekker doorheen. En ik heb ook nog macaroni kruidenmix, dus met een beetje water. En ik heb nog een blik met gepelde tomaten. Dus die kunnen er dan ook bij. Dus alleen maar graspikaas en Italiaanse groenten. Echt, we zijn echt heel budgetvriendelijk bezig deze week. Behalve dat ik dan ook wel weer recycleer heb gekocht. Dus ik geloof dat het 4 voor 5 euro is. Dus dan wel inclusief statiegeld, maar goed hè. Ik heb ook weer wat te drinken. Ik heb ook weer kleine flesjes meegenomen. Nog steeds, ik heb toevallig vandaag bij de Action ook nog gekeken, maar ik kan geen lekkere grote drinkfles vinden. Moet ik nog een keertje zoeken wat ik daarvoor wil. Melk, want we gaan ook een keertje pannenkoek eten, dus eigenlijk wordt die meer hier. Want toen ik door mijn voorraadkast ging spitten, zag ik ook nog dat ik 2 pakken pannenkoekenmix had staan. Dus dacht ik, nou, dat is ook leuk voor in de vakantie om een keer pannenkoek te eten. Dus die. Ik heb nog wel suiker en jam en stroop en van die gekleurde poedersuiker. Noem het allemaal maar op. Dus dat komt ook wel helemaal goed. Frietsaus, want de laatste aangebroken die heb ik dus niet meer op voorraad. Dus dan mocht ik hem voor mezelf kopen. Boterhammen voor de kinderen. Ik koop altijd gewoon fijn voor koren en dat gaat hier in de vriezer en dan komt het helemaal goed. Ik geloof niet dat het heel veel duurt. Ik geloof eigenlijk dat het net zo duur is als bij de Lidl het fijn voor koren brood. Dus dat komt helemaal goed. Dan heb ik voor mezelf wat yoghurtjes. Omdat ik eigenlijk, ja, 's ochtends weer wat yoghurtjes wil gaan eten. Dus ik heb de kvarg gehaald en gewoon magere yoghurt dat ik een beetje kan afwisselen. Dan het beleg. De kaas was echt opper de pop.
Dus daar heb ik even een flink blok van gehaald. En de boterhamborst is altijd bij de Jumbo 2 voor €3,50. Dus dat heb ik dan 2 van gehaald. En dat geldt nu ook voor de grillworst. Dus daar heb ik er ook gelijk 2 van gehaald. Dus dat moet zeker wel genoeg zijn voor een hele week aan vleeswaren. De pindakaas van de week opgegaan. Bodem van de chocopasta komt in zich. Dus die heb ik ook eventjes extra gehaald. Smeerkaas, dat vinden ze tegenwoordig ook allemaal helemaal lekker. Dus even een extra pakje gehaald. En dan wat fruit. We hebben appeltjes, mandarijnen, druiven. Mango ook een beetje bevroren, zodat ik eventueel de avond tevoren klaar kan zetten voor mijn yoghurtje. Of voor een shakeje of zo. Is dit wel zo'n product wat ik, nou ja, waarvoor gevallen ben dat in de aanbieding was. Ik zocht nog naar schoolkoekjes of een koeksnackje of zo. Want die zijn echt helemaal op. En toen ging ik op schoolkoeken zoeken in de Jumbo site. En toen kreeg ik dat dit een aanbieding was. Ik geloofde die voor €5. Dus ik heb echt, wat mijn vriendinnetjes altijd vroeger mee naar school kregen. Ik geloof niet echt dat ik ze mee naar school kreeg. Of dat ik ze echt lekker vond toen. Maar die van die dubbele hoekjes. Wat deze een enorm patroontje heeft. Maar goed, 3 dus. Dus we kunnen ze even vooruit volgende week. Hoe stond die naar school of heel veel naar sport of dat soort dingen. Dus dan maakt het niet zo heel veel uit. Hebben in ieder geval wat op voorraad. Dus dat was alles van de Jumbo. Het viel echt reuze mee. Zoals je ziet zijn het echt niet zo heel erg veel boodschappen eigenlijk. Ten opzichte van wat ik normaal gesproken allemaal mee naar huis sleep vanaf de winkel. En ik denk dat het vooral komt omdat ik nu het pick-up point heb gebruikt. En daardoor ging kijken in mijn voorraadkast en in mijn koelkast. Van wat heb ik nou precies en wat kan ik daarvan maken. In plaats van dat ik ging bedenken van wat gaan we eten en wat heb ik daarvoor nog nodig. Wat heb ik nog wel in huis liggen. Dus dat scheelt heel erg goed. Goede tip als je dat wil gaan proberen en je wil wat besparen op je boodschappen. Mocht je nog even willen teruglezen wat we allemaal gaan eten of de receptjes daarvoor zien, zet het hier op mijn blog neer. Die kan je in de link hieronder vinden. Vind je deze video zo leuk, geef dan een duimpje omhoog, want dan weet ik dat ik meer van dit soort video's moet maken. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal voor alle video's die ik post. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!